Welkom bij het filmpje over het inloggen op je account en het instellen van je paswoord en mailadres. Je kan van overal op de Veiligheidsregiment website inloggen door hier rechtsbovenop inloggen te klikken. Je krijgt dan een gebruikersnaam en wachtwoordveld dat je dan invult met jouw persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Hier is dat Herend, wat al ingevuld is. Klik op inloggen. En dan kom je terecht op jouw pagina. Dat is de pagina van de account Herend Admin. Je kan dan naar jouw gemeentepagina gaan door hier op de gemeente te klikken. En dan zie je dat je op de pagina van Herend terechtkomt in dit geval. En dat er daar een aantal extra mogelijkheden verschenen zijn hier bovenaan en hier rechts. Om inhoud aan te maken, inhoud aan te passen, de gemeentepagina te beheren enzovoort. Bovenaan zie je ook dat er nu een extra hoofding Mijn account is bijgekomen. Als je daarop klikt, kom je terug op jouw pagina uit. De pagina in dit geval van Herend Admin. Je kan via het knopje bewerken. Een e-mailadres opgeven. En je wachtwoord, je paswoord veranderen. Ik raad iedereen ten stelligste aan om zeker een e-mailadres op te geven, anders ben je een beheerder zonder contactgegevens. En van je paswoord te veranderen, zodat het een geheim paswoord blijft en niet het paswoord wat nu doorgegeven is geweest. Belangrijk is om hier je huidige wachtwoord in te vullen. Zoals de opmerking zegt, voer je huidige wachtwoord in om je e-mailadres of wachtwoord te kunnen wijzigen. Je kan hier onderaan ook eventueel je taal instellen, alhoewel ik denk dat iedereen Nederlands zal willen laten staan. Een eventuele afbeelding van jezelf erbij plaatsen. En je tijdzone instellen. Dat staat normaal gezien allemaal juist ingesteld. Zeker niet vergeten hier onderaan op de knop opslaan te klikken. Zonder dat zullen je wijzigingen niet worden opgeslagen. Zo, nog belangrijk om te zeggen, als je op een publieke computer zit, in een bibliotheek of op het werk, vergeet niet op het einde hier op uitloggen te klikken om je sessie af te sluiten. Zo niet kan de volgende gebruiker ook jouw gemeentepagina aanpassen. Niet vergeten.